Nou, fijn dat we het woord van God weer in ons midden hebben. Dat hebben we natuurlijk thuis ook waar we ook zijn. Maar um, Christus is het vlees geworden woord. Uh, daardoor zijn we tot bekering gekomen. En net als uh, het geschreven woord, de Bijbel, hè, dat moet je ook niet loszien van elkaar. Uh, het woord mogen we ook vanmorgen weer openen als zwaartepunt natuurlijk van de samenkomst. Hè. De, het woord van God is het allerbelangrijkste. Daar mogen we uit geleerd worden. We beginnen even weer met een nieuwe serie. Uh, Joram, ik verwacht een preek of zes. Maar goed, moet maar even kijken wat wordt. Um, ook om dingen te leren. We gaan zo meteen naar een gedeelte uit Handelingen 5. Het boek Handelingen is een heel bijzonder boek. Dat gaan we ook wel horen. Ook vanmorgen een beetje, ook de komende weken. Handelingen is een boek dat is een overgangsfase. Um, daar vind je de aansluiting tussen het Oude Testament en de brieven. In het Nieuwe Testament, hè, de Paulinische brieven. Dat zijn de brieven van de Apostel Paulus. En de Apostolische brieven. Dat zijn de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes, Judas. En um, ook dat het Evangelie. Um, in het begin van handelingen lees je nog dat uh, er een werk is. Uh, in relatie tot het Joodse volk. Denk aan Petrus hè, op de Pinksterdag, handelingen 2. Als het volk toen op de boodschap van Petrus was ingegaan. en tot wedergeboorte, tot bekering, tot inkeer was gekomen. Dan zou toen het koninkrijk van de Heer Jezus over Israël begonnen zijn. Maar we weten allemaal dat het Joodse volk niet tot bekering is gekomen. Ja, er kwamen wel een paar duizend tot bekering, die werden ook gedoopt. Maar het volk als volk kwam niet tot bekering. En dan leest dus ook: in, hoe verder je komt in handelingen, hoe meer het ook gaat naar de heidenen. En uiteindelijk gaat het naar de heidenen. Handelingen 28, vers 28. Dus dit boek Handelingen is een heel bijzonder boek, omdat het een overgangsfase is. Een overgangssituatie. Uh, het is ook geschiedenis, historie, want we vinden daar de zendingsreizen van de apostel Paulus in. Dus nogmaals, het is een heel interessant, leerzaam en misschien ook best wel een beetje een pittig boek. Maar goed, we gaan er wel wat van horen de komende tijd. Nou, ik hoop dat u bemoedigd mag worden en gesterkt mag worden. En dat we weer een beetje mogen zien de bedoeling van God, ook vandaag, ook in het midden van de gemeente. Want wat we gaan lezen, gebeurt dat vandaag ook in de gemeente? Handelingen 5, vanaf vers 1 tot en met vers 11. Gebeurt dat vandaag ook nog? Sommigen menen van wel. Ananias en Safira. En een zeker man, met name Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht een haven. En ontrok van de prijs ook met medeweten van zijn vrouw. En bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zeide aan Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zoudt? En onttrekken van de prijs des lands? Zo het gebleven waren, bleef het niet uw. En verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent drie uren daarna, dat ook daar zijn vrouw inkwam, niet wetende wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? En zij ze zeiden: Ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar: Wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd? Hè? Dus Ananias met zijn vrouw en andersom. Te verzoeken de geest des heren? Zie de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur. En zullen u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen ingekomen zijnde, vonden haar dood. En droegen ze uit. En begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover. Wordt u een beetje ongemakkelijk door deze geschiedenis? Heeft u een beetje een probleem misschien met deze geschiedenis? De geschiedenis, als we het lezen, oké, okay, daar is weinig moeilijks aan, denk ik. Ja, mensen liegen tegen de Heilige Geest. En hier vallen zowel de man als de vrouw, die samen een afspraakje hadden gemaakt. om wat tegen de apostelen te zeggen wat niet klopte. En ze vallen allebei dood neer. Dat is allemaal te begrijpen. Maar toch is er iets merkwaardigs aan deze geschiedenis. iets vreemds aan deze geschiedenis. Namelijk dat de gebeurtenissen die we hier beschreven vinden. zich vandaag niet meer voordoen. Oh. Oh, als ik een keer lieg tegen de Heilige Geest, ik zal niet zo dood neervallen. Uh, het is een interpretatie van mijzelf. Het is een uitleg van mijzelf. Ik sta er natuurlijk niet alleen in, want ik heb natuurlijk ook dingen nageslagen, internet, noem het maar op. Dat heb je met een preek. Hele hoop is ook helemaal niet origineel, want je hebt naslagwerk, ik heb een studiebijbel en hele brede Hebraeus en Griekse grondtekst, dus... Dat pak je er allemaal bij wijze van spreken bij. Maar het is wel een interpretatie van mijzelf. Ik denk echt, en daar sta ik niet alleen in, dat dit zich vandaag niet meer voordoet. We komen uh, niet aan de bespreking van uh, deze geschiedenis toe uh, de komende weken. Dat komt over een drie, vier preken, dus... Heb een beetje geduld. Maar in verband, en dat is vaak zo met de Bijbel, als je geschiedenissen leest of gebeurtenissen leest, ook in het midden van de gemeente, dan komen er allerlei dingen bij die belangrijk zijn om te weten. Onder andere, wat is handelingen voor een boek? Dat is niet zomaar een boek. Het is een boek die een overgangssituatie beschrijft. En dat is toch wel ontzettend belangrijk. Maar het meest eigenaardige aan deze geschiedenis is dat ik geloof dat het zich vandaag niet meer voordoet. Dit gebeurt niet meer. Dit was ook aan het begin van handelingen... en de gemeente was er nog maar net. In het begin van handelingen en aan het begin van de gemeente... gebeurden er dingen in die gemeente... waarvan ik geloof dat het vandaag niet meer voorkomt... en het vandaag ook niet nodig is. Sterker nog, daar zullen we het ook nog over hebben... het begin van handelingen wijst heen na de opname van de gemeente. Maar goed... Dat zullen we allemaal nog bekijken. Dus ja, leerzaam, maar ook belangrijk. Waarom belangrijk om te weten dat bepaalde dingen vandaag niet meer gebeuren? Uh, wij moeten weten, ik heb het al eerder gezegd, wat God vandaag doet. Wat zijn werk is. Hoe hij dat doet. Uh, wat is zijn plan met de gemeente en binnen de gemeente. Want als wij dat niet weten vanuit Gods Woord, dan gaan wij dingen doen en dan vinden we praktijken in de gemeente die in mijn optiek niet bijbel zijn, omdat het hoort bij een andere bedeling. Bij een andere tijdsperiode. En ik zie het gewoon om me heen hoor. Dat er allemaal praktijken plaatsvinden in gemeenten, niet alleen in Pinkstergemeenten, ook in andere evangelische gemeenten, ook inmiddels wel in protestantse gemeenten. Heel veel protestantse gemeenten die schuiven steeds meer op naar evangelische gemeenten. Uh, ik denk ook dat redelijk wat protestantse gemeenten de opwekkingsbundel inmiddels hebben. Dus dat schuift allemaal een bepaalde kant op. Maar dat er praktijken zijn in groeperingen, in gemeenten, waarvan ik mij sterk afvraag of het overeenkomt met wat God vandaag in de gemeente doet. En ik denk van niets. Dus het eigenaardige, of het eigenaardige, ja, ik vind het niet eigenaardig. Dat met Ananias en Zafira gebeurt vandaag aan de dag niet meer in de plaatselijke gemeente, waar dan ook. En als u zegt, Anne, ik ben het niet mee eens en ik denk dat ik daar wel Bijbelteksten voor heb, nou, daar gaan we straks praten. Maar als er hier iemand is die denkt dat het echt vandaag nog op deze manier gebeurt. Ja, hoeveel zouden er hier nog in de gemeente zitten, denkt u? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk niet dat iedereen nog in deze gemeente zou zitten. Dat is voor mij al een aanwijzing. Ik denk dat de gemeente wereldwijd al die geloven dat er al heel wat zomaar dood zouden gaan als een straf van God. Kijk, als dit wel vandaag in de gemeente zou plaatsvinden, uh, dan zouden we niet het minste probleem hebben met deze geschiedenis. Want daar kwam het gewoon voor. Maar het merkwaardige is dus dat het niets meer is. Voorkomt. Dus uh, als het wel voorkwam en voorkomt in de gemeente, zoals hier beschreven hè, in Handelingen 5, dan wil ik het nog sterker zeggen, dan denk ik dat er nog nauwelijks gelovigen op aarde zouden zijn. Als een gelovige liegt, ik weet niet of dat nou speciaal is tegen een broeder of zuster, maar hier wel dus. Ze liegen tegen een apostel. Of tegen de apostelen. Ze liegen tegen Petrus. En dat wordt gezien als een liegen tegen de Heilige Geest. En men valt dood neer. Heeft ze nooit eens gelogen tegen een broeder of zuster? En misschien kun je zeggen, nou, na één keer is de heer misschien nog geduldig. Nou, hier niet. Na twee keer, maar drie keer, ja, dan moet je toch dood neervallen. Denkt u dat er nog veel gelovigen zouden zijn? Ik denk dat het er zelf ook niet zo zijn. Ja, maar ik doe altijd een leugens om best Wil. Dat mag nog net. Nee hoor. Nee. Nee. Ja, ik denk altijd even een stukje humor in, uh, maar u begrijpt wel dat het niet zo is. Hè? De moeilijkheid van dit gedeelte, die eerste elf versen van handelingen 5, dat is dat het een uitzonderingssituatie is. En ik zeg dit op voorhand, voordat we over een paar weken ook echt uh, de versen wat van naderbij zullen bekijken. Ik zeg dit op voorhand, ik vind dat valt gewoon niet aan te ontkomen. Het is gewoon zo. Het gebeurt toch niet meer? Dan zaten we hier toch met veel minder op. Er waren helemaal geen plaatselijke gemeentes meer. Als God u zou straffen met de dood, als u zou liegen tegen een broeder of zuster. Dan denk ik dat er helemaal geen gelovigen meer op aarde zouden zijn. Dus er. Er valt niet aan te ontkomen dat het een uitzonderingssituatie is. Het is duidelijk genoeg. Tenminste, ja, het is voor mij duidelijk genoeg. Ik weet niet hoe het met u zit. Maar dat gelijksoortige omstandigheden zich hebben voorgedaan. waar mensen menen de heren te kunnen bedriegen. hoe dat dan ook in zijn werk ging. Bijvoorbeeld door het bedriegen van je broeders en zusters. waarbij ze niet ter, terstond dood neervielen. En zij liegen één keer. Ze hebben een, 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 een haven verkocht, een, een, een stuk bezit verkocht. Nou, ze, ze doen daar uh, oneerlijk over, ook wat de prijs was en wat ze aan de voeten van de apostel leggen. Ook nog notabene met zijn vrouw afgesproken, dit moeten we zeggen hoor. Ons verhaal moet wel overeenstemmen met elkaar, net als uh, mensen, criminelen hè. Twee broers bijvoorbeeld en die moet, moeten dan ondervraagd worden. Dan gaat men vaak van tevoren afspreken, pas erop. Het moet wel overeenstemmen, we moeten niet door de mand vallen. Nou, zo ging dat hier ook. Het is een uitzonderingssituatie. We vallen vandaag niet ter stond dood neer. Zo is dat gelukkig, zeg ik dan. Zo is dat nu eenmaal. En dus ook vandaag aan de dag gelukkig is dat zo. Het bijzondere is dan dat we het hier in Handelingen 5 enigszins anders vinden. Want hier vallen ze wel dood neer. Daar vinden we dat van mensen gezegd wordt dat ze liegen tegen de Heilige Geest. We hebben het zelfs gelezen. En dat zowel de man als de vrouw allebei het met hun leven moeten bekopen. Nogmaals, zo ligt het vandaag niet meer. Um, ik ga even een zijpad bewandelen, want het zit er allemaal in. Voor de een zijn dingen misschien wel bekend, voor anderen is het misschien een nieuw. Ze liegen tegen de Heilige Geest. Ik zeg niet ze lasteren tegen de Heilige Geest. En daarom even een zijweg, Matthäus 12. Matthäus hoofdstuk 12. Vers 31 en 32. Daarom zeg ik u: alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende eeuw. Er staat niet liegen, want ik denk dat we allemaal wel een keer gelogen hebben tegen de Heilige Geest, zoals we hier zitten. Doordat we gelogen hebben tegen elkaar. We vallen niet dood neer. Dus het is vergeven. Lastering tegen de Heilige Geest wordt niet vergeven. Ik wil even met u gaan naar 1 Korinthe 6. Even schrift met schrift vergelijken. 1 Korinthe 6. Vers 9 en 10. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodedienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, daar heb je dat woord dus weer, hè? Geen rovers zullen het koninkrijk gods beërven. Nou, nou zitten we met een probleem. Want lastering tegen de Heilige Geest wordt je niet vergeven. Hier staat dat iemand die een lasteraar is het Koninkrijk van God niet zal beerven. Als dat waar is. Als dat waar zou zijn, dan moet ook de rest, wat hier genoemd wordt in vers 10, het Koninkrijk van God niet kunnen beerven en dus verloren zijn. Dus er zou iemand die een gierig aard is. Niet behouden zijn. Niet het Koninkrijk van God beërven. Dan zou iemand die aan de alcohol zit, dronkaard staat er ook bij, iemand die niet van de fles af kan blijven, zou niet het Koninkrijk van God kunnen beërven en dus verloren gaan. Ja, dan zijn er dus inderdaad mensen die uitleggen, ja, dan ben je gelovig, maar als je vast zit aan de drank ben je toch verloren. Dan krijg je al dat soort onzin. Al dat soort onzin. Een roof. Nou. Ja, ik zeg het gewoon, homofielen zouden niet in de hemel komen. Nog die bij mannen liggen. Nou, dat betekent dan ook voor vrouwen die bij elkaar liggen. En voor die hele LBTHQ weet ik het al allemaal. Ja, ik zeg het even heel rechtzinnig. Maar dat is niet waar. Ik ben ervan overtuigd, ja, nou, weet ik haast zeker, dat er praktiserende homofielen zijn die wedergeboren zijn. En dan zijn ze dus behouden. En zijn ze dus in de hemel. We erven ze dus het koninkrijk van God. Dat geldt toch ook voor mensen, gelovigen, die, die niet van de fles af kunnen blijven. Want je bent namelijk behouden op grond van je geloof en op grond van je bekering. Niet op de praktijk van je leven. Als het ging om de praktijk van mijn leven, dan zou ik nooit behouden zijn. Als het vast ligt in datgene wat ik doe. Iedereen roddelt wel eens, iedereen liegt wel eens. En noem het allemaal maar op. Maar wij zijn niet op grond van ons liegen. of op grond van onze homoseksualiteit behouden. maar op grond van het geloof in de Heer Jezus Christus. Dus ook die lasteraar hier. komt gewoon in de Hemel hoor, als hij een gelovig is. En dat staat in vers 9. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen. Het koninkrijk gods niet zullen beërven. Nog dus nog de rest. Dat betekent dat het om onrechtvaardigen gaat. Bent u gerechtvaardigd in de Heer Jezus of niet? Ik ben door het geloof in Christus gerechtvaardigd. Dus het gaat hier in vers 10, die is, die overspelers. Die homoseksuelen, die dieven, die lasteraars. Om ongelovigen. Ze zijn namelijk niet rechtvaardig. En hebben zich dus niet bekeerd tot de Heer Jezus Christus. En dan wordt het duidelijk. En zo wordt ook duidelijk wat er staat in Matthäus 12. Vers 31. Daarom zeg ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Ja, ergens anders. Ik geloof 2 Korinthe 12 of 2 Kinti 5 staat dat de wereld verzoend is met God. Daar komt, denk ik, onder andere de leer van de alverzoening uit. Ik heb, dat is denk ik wel 30 jaar geleden, heb ik een hele briefwisseling gehad met iemand die de alverzoening aanhing. Ik kende hem ook wel goed, ik ben hem een tijd terug nog tegengekomen in, uh, in Noordhoren, want daar hadden ze een dubbele spreekbeurt gepland, dus ik kwam daar, maar die broeder kwam daar ook. Volgens mij is hij er inmiddels weer op teruggekomen. Maar de Alfonso leert natuurlijk dat uiteindelijk iedereen behouden is. Hè? Want God zal alles en in allen zijn. Dus zelfs de duivel zal behouden zijn. Nou ja, u begrijpt dat ik dat helemaal niet geloof. Goed, en daar heb je dan discussie over. Nou ja, hoe heet dat? Een polemiek, geloof ik. Hè? Een, 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 een strijd, maar dan via, via uh, brieven. Want toen schreven we nog. Dan kunt u nagaan hoe lang dat uh, geleden is. Maar. God heeft de wereld verzoend met God, dus de wereld is behouden. Nee, nee. Dat er staat dat de wereld verzoend is met God, staat niet dat de wereld behouden is in God. Ja, ik ga nog een beetje ver allemaal. Maar een dode is ook als het ware verzoend met God en de ongelovige mens is dood. Hij stierf voor allen, zo zijn ze allen gestorven. En een dode is in wezen verzoend met God, want een dode is eigenlijk niets meer. Een dode is dood, is ook geen zondaar meer. Iemand die dood is, is geen zondaar meer, want hij is dood. Hij was een zondaar. Hij wordt uh, afgerekend bij God straks. op wat hij bij leven heeft gedaan en de keuze die hij in zijn leven heeft gemaakt. Ja, het maakt misschien wat ingewikkeld. Maar verzoend worden met God wil nog niet zeggen dat ze behouden zijn en dat die wereld behouden is. Want dat is namelijk niet zo. Want je moet vervolgens, om behouden te worden, geloven in de opstanding van Christus. Hij is wel voor iedereen gestorven, maar dat staat niet in datzelfde gedeelte. Hij is voor iedereen opgestaan, dus iedereen leeft. Dat is niet zo, dat staat er ook niet. Hij is, hij is wel aan het kruis gegaan voor ieder mens. En ieder mens is dus in Christus gestorven en dus dood. En dus op dat moment als dode verzoend met God. Maar hij heeft geen leven ontvangen, want die mens moet geloven in de opstanding van de Heer Jezus. En dan pas krijg je leven en dan pas ben je behouden. Zonder de opstanding van Christus is er geen behoudenis. Nou, hier staat: alle zonde en lastering zal de mens vergeven worden. Dat zie ik in hetzelfde als het kader van het verzoend worden. Want het is mooi dat de mensen vergeven zijn... maar als ze niet geloven in de opstanding van de heer Jezus, wat dan? Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Nou, we hebben aan de hand van 1 Corinthus 6 gezien... dat die lastering, die dan wel... Uh, een, 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 waardoor men niet het koninkrijk van God beërft, komt omdat ze onrechtvaardig zijn. Zijn niet gerechtvaardigd door de heer Jezus. Als hier dan ook staat dat de lastering tegen de geest de mensen niet zal vergeven worden, kan het nooit om gelovigen gaan. Ik ben in een grijs verleden wel eens bang geweest dat ik de geest kon lasteren en dat ik als gelovige verloren kon gaan. Dat is wel, is wel erg om zo te denken, maar ook omdat het wel geleerd wordt. Mensen denken echt dat ze kunnen lasteren tegen de Heilige Geest. Nou, dan denk ik, als ik zo bang ben dat ik dat zal doen, zal ik het dus niet doen, denk ik dan. Hoef ik daar eigenlijk, want dat wil je niet, dus zal je ook niet doen. Als gelovige kun je nooit lasteren tegen de Heilige Geest. Wat is een lasteraar? Ik heb het vanmorgen nog even opgezocht in het Koenens woordenboek. Ik dacht toch even weten: Lasteraar is iemand die op een leugenachtige manier kwaad spreekt over anderen. Hier gaat het om een kwaadspreken, een leugenachtig kwaadspreken tegen de Heilige Geest. Hoe dan? Heel eenvoudig. Mensen horen het woord van God. Het evangelie vanuit de Bijbel komt tot hen. Dat kan door een flyer die op de grond ligt. Dat kan door een lied die ze bij heel Nederland zingt kunnen ze geraakt worden. Uiteraard natuurlijk door het woord van God. En dan zegt men nee. Men lacht het uit. Men werpt het weg. Men wil het niet. Zou je denken, lasten je dan de Heilige Geest? Ik denk het wel, hè? Nou komt God met zijn woord tot een mens en hij spreekt de waarheid vanuit zijn woord, want Gods woord is de waarheid. En die mens wijst het af en daarmee zegt hij eigenlijk tegen de Heilige Geest en tegen God: wat u mij vertelt is niet waar. Ik belief het niet, ik moet het niet, ik lach het uit. En eigenlijk is dat een vorm van kwaadspreken. En dat gebeurt ook vaak hè, door ongelovigen. Ik kijk wel naar een programma op televisie en een prominente man zegt altijd: heel vaak horen zeggen. De Bijbel is een sprookjesboek. Zou dat lasteren tegen de Heilige Geest zijn? Dat is leugenachtig kwaadspreken over God. Want de Bijbel is geen sprookjesboek, de Bijbel is de waarheid. Dus maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. Dat kan alleen over ongeloven gaan, want het gaat om ongeloof. Dat is de enige zonde die een mens niet vergeven wordt. Ongeloof in het woord van God. En als je niet gelooft, als je niet tot bekering komt, ben je dus ook niet behouden. En zul je ook nooit vergeven worden in die zin, hè? behouden worden. En in die zin ook niet verzoend worden met God. En zul je dus ook het koninkrijk van God niet beërven, of dat nou op de aarde is, maar ook zul je niet in de hemel komen. Dus ik hoop dat. Dat punt een beetje duidelijk is, maar we kunnen het erover hebben onder het koffie drinken. Liegen tegen de geest is wat anders dan lasteren. Liegen tegen de geest doen we allemaal, al is het maar dat we niet altijd even eerlijk zijn tegenover elkaar. Wij als gelovigen kunnen de geest nooit lasteren, want zijn woord kwam tot ons en werd met open armen ontvangen. Ja, dat ging misschien bij iedereen even makkelijk en even snel. Maar we hebben dat woord geloofd. Dus wij hebben gezegd, Heer, uw woord is de waarheid, ook voor mijn leven. Ik ben die zondaar. U bent voor mij gestorven, maar wat meer is, u bent voor mij opgestaan en ik leef. Dus is dat even een geruststelling dat het hier niet over u gaat? Laster tegen de geest? Gelukkig maar. Er wordt gelogen hier door een man en een vrouw, hè, waren, waren getrouwd. Gelogen tegen God, gelogen tegen Christus, gelogen tegen de Heilige Geest. Ze moeten het beide met hun leven bekopen. Gelukkig gebeurt het vandaag aan de dag niet meer zo. En als het zo eenvoudig was als het hier staat. waarom geeft Paulus dan in zijn brieven hieropvolgende. nog zoveel vermaningen? Over hoe gelovigen wandelen in hun praktisch leven: handelen. spreken. Paulus' brieven. Staan vol met vermaningen aan het adres van wedergeboren gelovigen. Als dit nu waar is wat hier staat, dat als je liegt tegen de Heilige Geest, dat je dood neervalt, dan waren toch bij wijze van spreken die vermaningen ook niet nodig, want er zouden heel veel mensen dood neervallen. Heel veel brieven van de Apostel Paulus vermanen de broeders en zusters en dus ook ons. Als je geen heilige levenswandel zou hebben, dan zouden we toch dood neervallen, denk ik dan. En hij roept ons op om een heilige wandel te openbaren. En daar hoort ook niet liegen tegen de Heilige Geest bij. Daar hoort ook bij dat je eerlijk moet zijn. Daar hoort ook bij dat je de waarheid moet spreken. En noem het allemaal maar op. Wij vinden, met name, dan heb je het weer, het boek Handelingen, wat, wat vaak verkeerd begrepen wordt. Vinden we allerlei richtlijnen betreffende het praktisch leven, ook in de andere brieven van Paulus. Maar ook met betrekking tot bezittingen die gelovigen hebben. En ze hadden alles gemeenschappelijk. Oh, dat is het voorbeeld van de gemeente vandaag. Oh ja, geloof ik helemaal niet. Daar heb je het weer. Staat aan het begin van handelingen. En ze hadden alles gemeenschappelijk. Maar dan krijg je raar. Daar heb je van die. Uh, hoe heet dat? Die, 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 die gemeenschappen die bij elkaar gaan wonen? Hoe? Communes, ja. Er zijn christelijke communes en die zijn gebaseerd op dat gegeven. Oh ja, is dat voor vandaag? Als je niet in bedelingen gelooft, als je de, daarom is het zo belangrijk om het woord recht te snijden. Daarom hebben we de leiding van de geest nodig om het woord zuiver te kunnen uitleggen. Als je dat allemaal niet doet, dan krijg je de meest rare dingen, maar ook de meest rare praktijken. En dus ook in de gemeente. Als wij rare dingen doen in ons praktische leven... ook met betrekking tot onze bezittingen... en we geloven dat uh, wat er gebeurde bij Ananias en Zafira nu nog praktijk is... dan zou de heer toch regelmatig ingrijpen in ons leven of niet rechtstreeks? Als dat nog nu gebeurde... grijpt de heer rechtstreeks in uw leven als u een keer liegt? Als u een keer dronken bent, dat u toch een feestje heeft gehad en ging wat te ver? Als u een roddelaar bent of, of u heeft een keer wat gestolen grijpt God rechtstreeks in in uw leven en valt u dood neer. Nou, het is toch logisch wat ik u vanmorgen voorthoud... want we kunnen het zien in de praktijk van alle dag. Als wij zouden zondigen, dan zou de Heer zelf ingrijpen... precies zoals hier gebeurt in handelingen 5. En het gebeurt niet. Nou, dan moet je toch gaan nadenken. Waarom niet? Bedelingen. We komen er allemaal op, ook in het verdere van deze studie. Dus, handelingen 5... Ananias en Saphira een uitzonderingssituatie. Ik ga nog een stapje verder. Dat is niet alleen in Handelingen 5 zo. Maar uitzonderingssituaties hebben we in het hele boek Handelingen. Vinden we het hele boek Handelingen door? Dat komt namelijk omdat de geschiedenissen in Handelingen, het boek Handelingen. Pijdelijk geschiedenissen zijn van een overgangsperiode. Dus daar vinden we dingen in dat boek, wat eerst wel plaatsvond in de gemeente en later niet plaatsvindt in de gemeente. Paulus schrijft er zelfs niet meer over in zijn brieven. En dat zijn notenbenen gemeentelijke brieven. En we vinden dingen die we in het begin van de gemeente terugvinden, vinden we later helemaal niet meer terug. Moeten we ook denken, wat is daar toch aan de hand? Bijzonder is bijvoorbeeld. Het is een bijzondere periode in de Helshistorie. Boek handelingen. Het is echt een bijzondere periode. Bijzonder is bijvoorbeeld dat de geschiedenis van handelingen begint in Jeruzalem. En eindigt in Rome. Ook letterlijk zo in Rome. Paulus zit op een bepaald moment twee jaar gevangen in zijn eigen huis. Dat kunt u gewoon lezen aan het eind van het boek Handelingen. Hele mooie typologische betekenis. Wij zijn ook gevangenen van Christus. Paulus zat gevangen in zijn eigen huis. Dus heel veel over het vertellen, gaan we niet doen. Dus hij zat letter, het boek Handelingen eindigt letterlijk met Rome, wat is het volgende Bijbelboek, het brief aan de Romeinen. Als we het boek Handelingen in het Nieuwe Testament zouden moeten missen, dan blijf je met een groot vraagteken zitten. Stel dat we het boek niet zouden hebben. Namelijk hoe het nu mogelijk is om die brieven die dan volgen vanaf de Romeinenbrief in overeenstemming te brengen met datgene wat in de vier evangelieën gepredikt werd. In de evangelie werd gepredikt van, komt het geloof in de Heer Jezus als volk en als je dat doet komt het koninkrijk van Christus op aarde. En Paulus schrijft erover dat als je gelooft ben je een hemelburger. Is je wandel in de hemel? Is je erfenis in de hemel? Staan we als eerstgeborenen in de hemel opgeschreven? Hoe valt dat te rijmen als het boek Handelingen niet gehad zouden hebben? Want die beschrijft nu net die overgang. Het gaat eerst nog over de Joden. Eerst nog over het Aardse koninkrijk. Vandaar die toespraak van Petrus op de Pinkse dag. Maar in Handelingen 28, vers 28, gaat het definitief naar de heidenen. En dat is niet een aardsvolk, maar een hemelsvolk. Als ik Handelingen niet had gehad. Had ik gezegd hier, maar wat een rare draai. Uw woord spreekt zich palikant tegen. Maar we hebben het boekhandelingen. Echt belangrijk om dat boek te leren verstaan. En daarom is het goed dat we het ook in de context van Ananias en Safira er eens over hebben. Ontzettend belangrijk boek. Boekhandelingen is een overgangsperiode. Ik, ik noem het woord overgangsperiode en uitzonderingssituatie regelmatig kracht van de reclame en dan hoop ik dat u het onthoudt en nooit meer vergeet. Het is heel duidelijk dat er heel wat meer dingen in het boek handelingen opgeschreven staan die vandaag aan de dag niet meer voorkomen. Ik weet wel, ik kom zelf uit een, ja, ik kom uit de de kerk, maar daan heb ik zelf natuurlijk jaren in een charismatische hoek gezeten. Ik weet wel dat heel veel van de dingen die in het boek Handelingen genoemd worden, praktijken binnen de gemeente, vandaag nog wel door gemeenschappen en gelovigen geklemd worden als dat ze nog wel gebeuren. Ook vandaag. Alsof ze nog wel in de gemeente voorkomen. Overigens inclusief de geschiedenis van Handelingen 5. Maar zo ligt het niet. Ik geef mijn zicht daarop. Situaties die wij in handelingen tegenkomen, komen we later in de brieven niet meer tegen. Genezingen, wonderen en tekenen. De laatste brief waarin dat voorkomt, genoemd wordt in de Bijbel, is in de Korinthebrief. Gave van gezondmakingen. Ik heb hier heel handig de chronologie van de Bijbelboeken. De Korinthebrief is de eerste brief die de Paulus is geschreven. Zelfs voor Romeinen, onze boeken staan niet in chronologische volgorde. In het jaar 57 naar Christus. In de Korinthebrief wordt gesproken over de gaven. Onder andere de gaven van gezondmakingen. Hoe kan het dat in Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen, 1, 2 Timotheüs, Titus, dat er totaal niet meer over genezingen gesproken wordt? Zijn gemeentelijke brieven gaat over de praktijk binnen de gemeente, onder andere. En er wordt totaal niet meer over genezingen gesproken. Omdat het niet meer voorkwam. Precies hetzelfde over tongentaal. Komen we het tegen in de Korintherbrief. Maar in Galate, Efeze, Philippense, Colossense, Thessalonische, uh, Twee Timotjes, Titus, ja, ik ken ze uit mijn hoofd hoor. Philemon, komen ze totaal niet meer voor. Waarom niet? Omdat er niet meer in tongen gesproken werd. Alleen in de Korintherbrief was de eerste brief die door Paulus geschreven werd. Profeten. Profeetie, Korinthebrief, oké, okay. en ook nog in de Fezesbrief. Heeft u nog over profeten? Waarom? Omdat de Bijbel nog niet compleet was. Boek Openbaring moest nog geschreven worden. Maar Gods woord is vervuld. Gods woord is af. Waarom heb ik dan nog profeten nodig? Ik heb meer dan genoeg aan de Bijbel. Daar vind ik alles wat ik voor mijn dagelijks leven nodig heb. Na Efeze, Filippense, Colossense, 1-2-Tessalonicense, 1-2-Timotius, Titus, Philemon... vind je het hele bediening van profeet niet meer terug. Omdat het niet meer gegeven wordt. En het is praktijk in zoveel gemeenten. Die heeft weer een profetie gehad. Die heeft weer, dat bedoel ik als we Gods woord niet rechts Geen... Goede voren maken, hè? dat is met zo'n ploeg die maakt voren, en dan wordt er gezaaid, weet ik het. dan krijg je de meest kromme uitleggingen en dus praktijken binnen geloofsgemeenschappen en binnen gemeenten. En heel veel dingen die in handelingen gebeuren, worden vandaag nog geclaimd door gemeenten en die hebben niet in de gaten dat het boek Handelingen een overgangssituatie is. In het begin komt het nog voor, later wordt het niet meer gevonden in de plaatselijke gemeenten en dat is ook een kwestie van bedelingen. God heeft zich verborgen. Waarom zou je dan zich op allerlei mogelijke manieren laten zien? De heer Jezus is niet voor niks naar de hemel gegaan hoor en heeft zich uh, teruggetrokken. Weet u wanneer deze dingen eventueel weer terugkomen in handelingen en wat vandaag door mensen geclaimd worden na de opname van de gemeente? Waarom? Omdat dan Christus weer zichtbaar op aarde komt. Het boek heet niet van niks, Openbaring. Dus de verborgenheid is dan definitief voorbij. En dan zal het Evangelie van het Koninkrijk gepredikt worden op aarde. En dat wordt dan ondersteund met die tekenen en met die zichtbare wonderen. Maar vandaag niets. Ik wil er gewoon heel stellig in zijn. En ik geloof dat het mooie is: u heeft de vrijheid om er anders over te denken. Dat is een zaak tussen u en uw Heer. Een zaak tussen de Bijbel en tussen u. Dus aanvankelijk, wat we lezen in handelingen, gebeurde wel. Later in handelingen is het voorbij, want het Evangelie gaat naar de heidenen en dus in verband met een hemelsplan en een hemelse positie. Zal ik een voorbeeldje geven? We lezen in het boek Handelingen in bepaalde hoofdstukken. Dat uh, een, een verslag dat sommige van de apostelen in de gevangenis werden geworpen. En die apostelen werden gewoon door een engel weer uit de gevangenis bevrijd. Oh, dat gebeurt vandaag ook. Als ik om het. Ja, als schrok schokje door de thee. Oh, ja, dan word ik enthousiast. Juist ja, grappig, hè? Ja, maar we zijn zo grappig. Maar uh, <laughs> nee. Maar er zijn dus mensen die nemen het allemaal zo letterlijk. Die pakken een pot, gooien alles erin en er komt wat uit. Hè? Er komt een bepaalde uitlegging uit. Maar die zeggen: Oh jongens, uh, het is helemaal niet erg man, als je om je geloof in de gevangenis uh, komt. Want uh, er komt een engel en die gaat je vast bevrijden uit de gevangenis in Vught. Ik zeg maar wat. Ja, als dat niet gebeurt, is je geloof te klein. Zo gaat het allemaal. Ja, we ja, maken een beetje een grapje maar het is afschuwelijk. Mensen worden kapot gemaakt, gelovigen worden kapot gemaakt. Ze krijgen de, de, gewoon recht in hun gezicht uh, gezegd: je hebt te weinig geloof. Nou, wat doet dat met iemand die bijvoorbeeld weinig van de Bijbel weet? Die wordt onzeker. Is de Heer Jezus voor me gezorgd? Kom ik wel in de hemel? Het komt echt wel best. Uh, nou, maar die, werden, die apostelen werden uit de gevangenis gehaald door een engel. En ik zei gewoon, maar zo gewoon was het natuurlijk niet. Denk u dat dat gewoon was dat een Petrus in de gevangenis zat? En dat de deur zo voor hem openging en dat hij zo wegliep uit de gevangenis, dat zelfs de gevangenisbewaarders hem niet weer oppakten of hem niet zagen? Het was niet gewoon, want het gebeurt vandaag niet. Het gebeurt vandaag niet. We hebben met een uitzonderingssituatie te maken in het boek Handelingen. En begrijpt u me goed, het gebeurt in handelingen. Kunt u gewoon lezen. In het boek Handelingen gebeurt dat. Dat de discipelen van de Heer bevrijd werden uit de gevangenis door een engel. Maar zelfs in het Oude Testament was dat niet gebruikelijk. Dat als je als gelovige gevangen zat ergens, dat de Heer je dan of een engel je dan uit die gevangenis verloste. We kennen profeten die ook in de gevangenis terechtkwamen, broeders en zusters, en daar niet uit verlost werden. Altijd een beetje moeilijk. Waarom de een wel, de ander niet? Ik heb het ooit een keer uitgelegd in een preek. Doe ik nou niet? Profeten die in de gevangenis terechtkwamen, daar niet uit verlost werden. Althans, sommigen niet direct, later wel en sommigen nooit. Kent u Johannes de Doper? Johannes de Doper is de laatste profeet uit het oude testament. Hij is omgekomen voordat, uh, uh, heer, voordat hij geloofde in de Jezus en wedergeboren werd. Hij wordt dus tot de Oud-Testamentische profeten gerekend. Die kwam ook in de gevangenis terecht. En heeft daar zijn leven verloren. Hij is onthoofd. Hij werd niet uit de gevangenis bevrijd. Kortom, als we lezen over discipelen van Apostel in Handelingen dat een engel hem bevrijdt uit de gevangenis, is een uitzonderingssituatie. Dat is nooit gewoon geweest, nog in het oude Testament, nog in het nieuwe Testament. Dus we hebben heel nadrukkelijk, en dan stop ik, want dan heeft u daar genoeg van gehoord, is heel nadrukkelijk te maken met een erg bijzondere periode uit de helshistorie... die de verbindenis vormt tussen aan de ene kant het Oude Testament... en aan de andere kant de brieven. Zowel de brieven van Paulus en in mindere mate de brieven van de apostel. Het vormt een verbinding met de vervulling van de profetieën uit het Oude Testament. En dat is de achtergrond van het boek Handelingen. Nou, hier laten we het eerst bij. Ik hoop dat je een beetje opgelucht bent dat u niet zomaar dood zult neervallen als u zondigt. Maar dat wil niet zeggen dat u niet serieus met de Heer moet wandelen, hè? Dus zo min mogelijk liegen en het liefst helemaal niet. Goed. Volgende keer verder. Amen.